Hallo, van Ervenhakker nummer 24. Michel terug naar Frankrijk. Michel Moisson, onze Franse praktikant, is terug naar huis gegaan. Zijn ouders hebben hem gehaald, even over de weer van Parijs naar Holland, zaterdag gekomen en zondagmorgen terug. Want de vader heeft een boomgaardje waarvan het fruit rijp is, dus ze hadden weinig tijd te verliezen. Het is een beetje vreemd in ons huis. Het lijkt leger alsof we iemand missen die er eigenlijk altijd heeft bijgehoord. Als we de 2,5 maand van zijn verblijf eens terugblikken, dan kunnen we niets anders zeggen dan dat hij zich volledig heeft weten aan te passen. Hij wist zich een eigen leven te geven, zijn kamer was daar een voorbeeld van. De wanden hingen vol met tekeningen die door moesten gaan voor expressionistische schilderijen. De meest bizarre figuren en voorstellingen had hij erop gekladderd. Daartussen hingen meer aantrekkelijke filmsterren met weinig kleren aan... die met hun suikerzoete glimlachjes als madonnas van de 20e eeuw... bewezen dat papier geduldig is. Michel was een zware roker. Wanneer hij geld had, dan kocht hij maar raak... en rookte drie pakjes sigaretten per dag. Nu kon hij het geld niet scheppen uit een bodemloze put... en wanneer hij op de bodem van zijn beurs zat, dan zakte zijn humeur... want geen rook, geen moed. Gelukkig heeft de oude toon... Die bij ons werkt, redding gebracht. Tijdens de laatste wereldoorlog heeft hij tabak in zijn tuin gekweekt. De gedroogde bladeren heeft hij destijds tot check laten verwerken en keurig accuraat opgeborgen in een kist op zolder. Maar toen de oorlog voorbij was en er weer betere tabak te krijgen was, heeft Toon het eigen product maar niet meer aangeraakt. Michel heeft echter nu een flink gat geslagen in de voorraad. Hij vond het nog goed smaken ook, al waren wij meestal erg blij wanneer hij met zijn knots van een pijp, want daarin rookte hij de rommel, naar buiten ging. Hij dampte als een schoorsteen. Dikke wolken zweefden door de kamer en verspreidden een doordringende geur, die onweerstaanbare hoestneigingen opwekte. Om van deze naar brandend aardappelloof ruikende tabak af te zijn, stopten we hem dan in armoede maar vlug een gulden of wat. Toe om wat sigaretten te gaan kopen. Met geld kon onze arme Michel slecht omgaan. Zodra hij het had, was het al besteed. En alleen de dag waarin hij leefde interesseerde hem. Morgen kwam vanzelf. Zijn ouders hadden hem eens 70 gulden gestuurd. De andere dag, zaterdagmiddag, ging hij naar de stad en kocht voor 68 gulden platen en voor 2 gulden sigaretten. En weer was hij blut. De bakker heeft er een beetje schade van dat Michel er niet meer is, want het scheelt hem zes broden per week. Ook al schonken wij dan geen wijn bij zijn eten, toch heeft hij het zich met zwarte koffie en thee ook altijd goed laten smaken. Hij is er dikker op geworden, maar als hij straks weer voor negen maanden in het internaat in Nancy zit, zal bij gebrek aan frisse plattelandslucht de eetlust wel wat afnemen. Zijn landbouwschool is namelijk in Nancy gevestigd. Toen zijn ouders hem zagen, hadden ze even moeite om hem te herkennen, want hij heeft een beetje een gedaanteverwisseling ondergaan. Hij kwam met een donkere bril op zijn neus en een zwart sikje op zijn kin, als een pover klimopplantje tegen een roze muur. Zijn bril heeft hij verloren in het suikerbietenveld, en zijn baard ach, dat is weer een geschiedenis apart. Aanvankelijk had het haargroeisel wel een beetje succes bij het vrouwelijk schoon, maar toen de dames wat inniger met hem kennis maakten, begonnen zij er toch een bezwaar te vinden, want het was te stoppelig en te kriebelde. Het kriebelde ook veel te veel en met een zucht heeft hij er toen het mes ingezet en zich een degelijk gladde kin gegeven met alle voordelen daaraan verbonden. De laatste avond zijn we naar de stad geweest in de Peugeot van pa. Michel negeerde elke snelheidsbeperking en zoefde met een vaartje van even over de 120 over de weg. Ondertussen stonden wij duizend angsten uit. We hebben gezellig gegeten en geklonken op onze altijd durende vriendschap en op het weerzien rond kerstmis. De andere morgen heeft hij een doos sigaren en een bloemetje voor de leidende figuren van ons gezin gekocht en toen naderde het afscheid. Wat wij lang vermoed hadden werd bewaarheid en ten volle bewezen. Onze zuster, die nog verwijld in de jaren der teenagertijd, tijd was tot over allebei haar oren verliefd geworden. Het werd ons nu allemaal duidelijk. Zij heeft namelijk ook een hekel aan baarden. Ja, er sprongen traantjes in haar ogen, de omhelzing duurde wat langer dan normaal. Er werd gefluisterd over amour, die toezoer zou bestaan. We hebben er maar stil op de achtergrond bij staan kijken, want wij zouden de laatste zijn die dit prullen geluk zou willen verstoren. Nu is zij weg. De lucht van de tabak uit 44 is weer uit de kamer getrokken en we hebben allemaal een beetje waard van hem gehad. Zijn laarzen, zijn regenjas en een stuk van zijn hart heeft hij hier gelaten. De eerste twee dwingen, dingen draag ik nu maar af en het derde draagt mijn zuster. Ze heeft een foto van hem in haar schoolagenda waar ze soms meer naar kijkt dan naar het dan in opgeschreven huiswerk. Maar voor Frans haalt ze bij het volgende rapport vast een tien met een kus van Michel en een reisje naar Parijs. Dank u.